SP-fractie in de gemeenteraad is er verbaasd over dat de bushalte bij het Martini ziekenhuis is verdwenen. Vervoersbedrijf Q-Bus heeft de halte weggehaald omdat die voor onveilige verkeerssituaties en vertragingen tijdens de spits zou zorgen. Bezoekers van het ziekenhuis zijn nu aangewezen op de halte aan de Van Swietenlaan. Dit betekent wel dat mensen een veel grotere afstand af moeten leggen. De SP vindt dat niet kunnen. Wij vinden dat erg omdat het ziekenhuis een basisvoorziening is. En juist mensen en ouderen met een handicap of mensen met een handicap juist goed toegankelijk naar een ziekenhuis moeten kunnen. Ook met het openbaar vervoer. En daarom vinden wij een halte op een afstand van meer dan 400 meter gewoon veel te ver. Volgens de SP had Q-Bus de halte niet moeten weghalen, maar de dienstregeling moeten aanpassen. Q-Bus heeft als reden gegeven dat het voor grote vertragingen zorgt, hè, in het verkeer en in de dienstregeling. Wij zouden dan voorstellen om of de dienstregeling aan te passen of tot een andere verkeersoplossing in ieder geval te komen. SP heeft inmiddels vragen gesteld aan het stadsbestuur over de verdwenen bushalte bij het Martini ziekenhuis.